Er wordt wel alcohol gemaakt op een zeer rare manier, zo brood en zo. Mensen worden inventief gewoon. Ja, ja, ja. Crazy. Ik laat dat zo weken in water, I don't know. Ah, die gisteren uit te halen. Ah, ja, 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 klopt. Ja, ja. En je wordt er echt zat van, hè. Heb je geproefd ook? Ja, de. Hoi mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Scholtens en vandaag zit ik hier met Freddy Konings. Wat up man, alles goed? Alles goed, zeker en vast, hoe is het met u? Ik ben kapot blij dat jij hier bent. Ja, ik ben eigenlijk ook blij. Ik checkte vanochtend of dat jij hier ging geraken en besefte toen dat ik mijn adres nog niet eens had doorgestuurd. Ja, eerlijk. Het is voor mij aan het zeggen van hij stuurt al een nummer van als ik er niet geraak, ja, belt naar deze nummer. Ik dacht, ja, misschien beginnen met zo'n adres te sturen. Niet de meest vlotte start, maar ja. Maar ja, we zijn er geraakt. We zijn er geraakt. En we zijn hier niet alleen. We zitten hier met nog iemand. Ilias, die zit voor een greenscreen, dus die is aan u. Waar zit hij juist? Naast mij. Dat hebben we nog nooit gehad. Hoe is het, Ilias? Ja, dat is wel lekker, man, van jou. Bro, je bent de editor echt zwaar aan het naaien nu. Ja. Ik zat denk, fuck. Yo, jullie vroegen het. Hey, ik vind het een fucking goed idee. Dat is de origineelste dat we al gehad hebben. Ja, dus zeg het maar, Ilias. Origineel, origineel. Nou ja, voor de mensen die niet goed weten wie dat je bent, want wij zijn duidelijk op de hoogte, maar van waar zouden ze je kunnen kennen? Ze kunnen mij kennen van muziek. Ja, mainly. Ik was al aan het denken zo. Ja. Hoe muziek. Kun je mij kennen, zeg jij dat eens? Goh, ja, ik wil ook muziek zingen. Dat is wel een goeie... ik heb ook wel het gevoel, op social ben jij wel actief genoeg om gewoon al eens een video van je voorbij te zien komen. Ja, dat jij ja, met ook. Drift op je gezicht in bed ja. zit of zo. Over drift nou niet, hè? Eerlijk, ben jij er bewust van dat als artiest ook wel belangrijk is om zo die social media bij te houden? Ja, zeker en vast, zeker en vast. Je bent independent terug. Heb je dan het gevoel dat dat belangrijker wordt omdat er geen label is om je shit mee Klopt. Te pushen? Ja. Ik moet zelf zeg maar de hele promo en cetera ja. regelen. En het is niet dat ik miljoenen euro's heb om te zeggen van ik ga hier een 50.000 in gooien, snap je? Dus, nog niet. Ja, soms denk ik, nog niet. Niet ver van. Nee, nee. Maar ja, soms denk ik gewoon van, het kan soms simpeler gebeuren. Mm. Zoals de tijden van vroeger, snap je? De tijden van vroeger was het echt gewoon Instagram. En als je post gewoon echt die nodige aandacht krijgt, en je muziek natuurlijk ook goed is, snap je? Ja. Kan het gewoon lukken. En, ja, de muziek die goed is, dat moet ook wel gewoon blijven. Ja, 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 ja. Maar jij bent van nature wel content creator, toch? Heb ik het gehoord? Ja, nee, niet echt, maar... Want, ja, want op je socials, die dingen die je post, dat is niet typisch rap, dat is ook echt gewoon goed voor op de socials, zeg maar. Het voelt alsof dat jij wel gewoon weet hoe dat de shit werkt en het vrij natuurlijk gaat. Jij zou dat denken, hè? Het lijkt alsof het natuurlijk gaat. Geen zak. Ik ben gewoon zo'n heel impulsief persoon okay. die zoiets heeft van amai, moest ik dat ooit zien of zo? Ik zal mij doodlachen, snap je? Het is meer, wat vind ik grappig? En wat dan... vind ik grappig, okay. snap je? En ook, zeg maar, de persoon die dat ik ben, vaak doe ik dingen waar dat... Juist omdat ik het ben, is het grappig. Ja, ja, tuurlijk. Ik denk als een Enzo Knol misschien in die bed lag, dat niet zo enorm grappig... Nee, of ik zou zo zeggen, anders. Als u bijvoorbeeld naast Bart de Wever stond, dat niet zo grappig ging zijn als bij mij, snap je? Dat zijn zo die dingen die ik wel over nadenk. Maar ja. Dat is inderdaad. Ik naast Bert de Wever is een heel ander gezicht. Ja, dat is een andere vibe. Dat, is een dus dat zou die, ja, dat zou die goed zijn. Dat zou je goed imago zijn. Nee. Oké, okay, ja, inderdaad. Dus dat is wel een goede insteek. Wat vind ik funny en dan doen? Ja, dat is een betere... Want er zijn ook mensen die kunnen denken van, oké, okay, wat gaat er werken? Ja. Want je hebt ook veel dingen die werken, maar die eigenlijk niet nice zijn om te zien ook niet, of die zo wat cringy zijn en die werken voor een heel ander doelpubliek. Ik vind sowieso, je moet ten aller tijde wel nog wel jezelf kunnen zijn. Je moet het ook wel leuk vinden, snap je? Oh. Ik bedoel, als je bepaalde dingen gaat doen die je niet leuk vindt, gaat de fun ook weg, snap je? Dus maar ik denk dat authentiek zijn in allebei heel belangrijk is. Muziek maken en in content maken, toch? Ja. Dus vandaar dat dat zo goed werkt bij jou. Over jezelf zijn gesproken, ik heb het gevoel dat jij sowieso wel een zeker zelfvertrouwen hebt altijd. Ook toen dat een periode terug was, jij iets gezetter, zeg maar. En je bent een crazy transformatie doorgaan. Je confidence lijkt hetzelfde te zijn, maar hoezo heb je dan, hoe is dat gekomen? Is dat een concrete beslissing geweest? Van, oké, vanaf nu is het echt trainen dan ook zoveel. Ik zat gewoon zo te denken. Te marchanderen. Oké. En ik had zoiets in mijn hoofd van, ik noem mijn eigen Freddy Konings, maar ik zie eruit als een medewerker van Burger King. Snap je wat ik bedoel? De Burger Konings. Ja, en ik had gewoon zoiets van, allee, ja, als ik een bepaalde koninklijkheid wil uitstralen, het begint toch bij de eerste zicht dat je hebt op iemand. Ik heb dat bijvoorbeeld meegemaakt. Ik kom op een optreden met een andere vriend van mij en die zijn tegen hem bezig van, ja, hey, Freddy Konings, jij moet ze bieden. En I'm like... Wow. Ik sta gewoon hier. Snap je wat ik bedoel? Maar dat is die eerste indruk. Snap je wat ik bedoel? En daarmee, ik had zoiets van, ik moet dat wel een beetje aanpassen. Ik ken geen lelijke artiest aan de top, man.
Jij wel? Louis Capaldi. Ik ken die niet. Maar geld maakt mensen ook gewoon mooier. Klopt. Maar behandelen mensen jou ook niet anders nu dat jij strakker bent? Ze zien me meer serieuzer. Ja. Oké. Terwijl ik dat totaal niet echt ben of zo, maar... Ik heb veel vrienden die nog voor mij zeggen van ik vond u leuker toen jij dik was. Toen was what the fuck? Dat is wat Jonah Hill-syndroom. Daar zeiden mensen ook van, je werd funnier toen dat je dik was. Dat is fucking kut. Ja. Boah, ik kan hun wel begrijpen, zeg maar, snapte? Yeah. Alles was leuk en wel, snapte? Yeah. En ja, je drinkt erop los, je eet erop los. Wat maakt dat uit? En dat shit waar je nu ook op let dan? Het eten en drinken? Ja. Ik kan niet meer elke weekend gewoon gaan drinken. Zo. Nee. Tweede weekend ga ik al zoiets hebben van... Okay. Misschien toch even cardio gaan doen. Okay. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dus, gewoon heel andere mindset. Dat zijn die dingen die zijn veranderd, ja. Is dat meer mentaal of meer fysiek dat je dat nodig hebt, denk je? Mentaal. Okay. Mentaal toch wel. Ik heb een soort rust gevonden dat ik ervoor misschien vond in een jointje roken of zo, snap je? Ja. Die rust heb ik dan gevonden in fitness. En dan heb ik zoiets van, ik heb logisch gaan nadenken. Gaat fitness mij beter uitkomen op lang termijn? Ja, natuurlijk. Die jointjes, snap je? Ook op korte termijn. Ja. I mean, sowieso. Dus ja. Waar is die klik gebeurd? Ja, in de bekje. Door het systeem of gewoon door jezelf? Door mezelf. Ik ging echt wel naar binnen vanaf de eerste dag. Ik weet nog, ik heb tegen mijn vrouwtje gezegd, kijk, print foto uit van Gucci Mane, voor en na. Voor de back. Ja. Okay, ja. En ik heb die echt op mijn kast geplakt. En ik ben echt vanaf dag 1, no cap, gewoon aan het pompen, aan het kijken naar die foto. Boos. I'm gonna get there. Ooit, snapte? Want wij waren daar net nog aan het speculeren van hoe inderdaad ga je in... De back aan je fitness werken, aan je conditie werken, aan je fysiek werken. En jij zegt echt pompen. Want dat was mijn conclusie. Van, ja, je kunt vooral pompen, want je hebt daar geen gekke fitness, ga ik vanuit. Pompen en sit-ups en zo. Okay. Maar er zijn geen gewichten die je kunt gebruiken. Er is een kleine fitnessruimte, bro. Die ruimte is misschien even groot als hier. Dat is niet groot. No disrespect. Dus... Nee, maar ik snap het. Dat maar is dan zit je dan nog eens met 5 man en je mag daar maar 1 uur per week blijven. Dus... Oh. Als je daarop gaat rekenen, gaat er niet veel gebeuren. Dus al jouw gains komen van eigen gewicht? Ja. Calisthenics eigenlijk? Ja. Toen ik naar buiten ben gekomen, dat ik echt gewichten ben gaan pakken. Dat is crazy. Dus, maar dat is gewoon die Afrikaanse genen, 100%. Ja, Marokkanen zeggen dat altijd. Jullie zijn toch ook Afrikanen? Ja, 100%. Maar dat is 100%, maar dat is niet gradaties. Als ik gewoon push-ups ga doen, nooit van mijn leven dat ik een chest ga krijgen. Ja, maar bro, ik deed soms 600 op een dag, hè. Ja, oké, okay, ik weet het, dat kan. Maar dat gaat bij mij nooit pakken. Nooit. Ik wil die uitdaging aan. 600 push-ups, zo'n chest. Nee. Ik wil die uitdaging aan, bro. Ik wil jullie dat zien doen. 600 is zo tellen. Geef mij 3 maanden zo 600 push-ups per dag. We gaan zien, bro. Maar broer, ik denk, heb je nu tijd om 600 push-ups te doen per dag? Nee. En nu ga je naar de fitness, ander soort oefeningen doen. Ja. Oké. Okay. Ik doe dan nog steeds, geen 600, maar misschien 200 of zo. Ja. Per dag? Ja, toch wel. Wow. Maar dat is wel echt goed. Dat is crazy. Ik probeer telkens ook een andere niveau. Klopt. Op den duur heb je geen spierpijn meer na de gym. Serieus? Snap je? En dan heb je zoiets van, maar ik mis dat toch wel. Zo die spierpijn hebben van, ik ben echt hard gegaan. En dan moet je telkens weer die niveau gaan... Verzetten, dus ja. Damn, 600 push-ups per dag. En dat is gewoon, er is ook niet veel anders te doen natuurlijk. Ja, dat is ook het ding. Als ik nu soms moet gaan sporten, dan zeg ik soms tegen mezelf van, boeien, ik ga morgen wel. Ja. Heb jij daar ook soms dagen gehad dat je dacht van, boeien, vandaag doe ik dat niet? Of is dat daar echt zo altijd geweest van... Zelden. Oké. Heel zelden. Je hebt niks anders. Ja. Maar... Hier heb je afleiding. Klopt. Je bent op je gsm, je hebt misschien net je chocomelk gedronken. Je ligt dan op je zetel, je denkt, gewoon echt niet naar buiten. Nee. Het regent misschien. Aha. Dat zijn allemaal dingen die je daar geen rekening mee moet houden. Nee. Snap je wat ik bedoel? Fitness is verdieping eronder. Ja. Je kamer is daar gewoon, ja, je verveelt je, je gaat even een paar keer pompen en zo. Mm. Snap je? Dus ja, het is een heel andere werking. Hebben de andere mensen daar ook een slechte of een positieve invloed op, die drive? Je hebt echt een groep, zeg maar, en dat zijn vaak de jonge gasten. Je hebt echt een groep die zoiets heeft van, als het wendeling is, gaan wij gewoon trainen. Snap je? Ja. Je hebt die groep standaard. Ja. Je hebt de groep van, ja, ons leven is verpest. Je hebt de groep van, als wij buiten komen, willen we nog iets doen met ons leven. Snap je? Mm. En dat is dan die groep die zo elke keer gewoon is aan het trainen en... aan het lezen en noem maar op, snap je wat ik bedoel? Dus ja, niet iedereen gaat naar de bek en heeft zoiets van oké, ik ga gewoon mijn tijd zitten en wanneer de deur open gaat, dan ga ik naar buiten. Snap je? Dan heb jij letterlijk je tijd verspild, vind ik. Ja. Snap je? Tenminste, kun je er iets van maken. Is je fysiek het meest positieve uit je tijd daar gekomen is? Of heb je nog dingen geleerd? Of wow, ik denk, mijn mentaliteit is ook wel enorm sterker geworden. Ja. Door mijn fysiek ook. Mm-hmm. Maar ook gewoon door het feit dat je leert dingen los te laten. Je komt tot besef van, je hebt eigenlijk niks in je handen.
Snap je? Er kan van alles met je gebeuren. Kracht is groter dan ons. Ja. Snap je? En hoe sneller jij tot die besef komt, hoe beter, allez, voor mij dan, hoe gemakkelijker ik door het leven kan gaan. Oké. Hoeveel van de clichés van de gevangenis zijn waar? Ik zie vaak in series dat er zo in de wc-potten wijn gemaakt wordt of zo. Ah nee, that shit ain't true, bro. Nee. Ik zeg het. Nah, ik weet nog nooit I ain't drinking that shit, bro. Nee. Kijk, er wordt wel alcohol gemaakt. Ik ga niet liegen. Okay. Er wordt wel alcohol gemaakt op een zeer rare manier. Zo brood en zo. Ja, okay. Bro, super raar. Ik zweer mensen worden inventief gewoon. Ja, ja, ja. Crazy. Ik zo... Ik weet niet, rot brood, zeg maar, die laten dat zo weken in water. I don't know. Ik weet niet hoe dat die dat doen, maar... Ah, die gisteren uit te halen. Ah, ja, 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 klopt. Ja, ja. En dan kunnen die vandaar... En je wordt er echt zat van, hè. Maar dat blijft ook. Ja, de... de, bro. Ja, ik weet niet of er tijd was tussen die zin onder push-ups, hè, bro. Amai, toch genoeg. toch genoeg. Dus ja, maar ja, wat bent jij ja, zat voor een half uur of zo en dan... Ja. Maar wat wel leuk is, je hebt echt zo die... Ken je die boefkieknaal dat je zat bent zo? Ah, ja, ja. Je moet je voorstellen dat je die super lang niet hebt gehad en dan ineens je hebt zo... Ja. Zo is leuk, maar pff, ik heb dat maar één of twee keer gedaan of zo. Ja. In jouw nieuwsalbum, Spectrepain, heb je een van je lyrics ging over facetamen met je moeder, denk ik, in Jilla. Ja, ja. Maar dat gaat ook niet zomaar, toch? Had jij geen zin? Hij moet je wel pas met mij zeggen. Okay, okay. Maar je zegt dat letterlijk in jouw album. Je zegt dat letterlijk in jouw album. Nee, maar... Okay. Ik zal het zo zeggen. Ik heb de mogelijkheid. Oké. Okay. Ik heb de mogelijkheid. Waar opportuniteiten. Cool. Ja. Oké. Okay. Meer kan ik er niet over zeggen. Oké. Okay. Nee, dan gaan we ook gewoon nog... Wat zijn nog clichés? Want de cliché ja, van de zeep is... Maar... Ja, is ja dat... die is niet waar. Zo. Nee, oké. Okay. Gewoon om te weten. En plus, wij douchen in aparte cabines. Oké. Okay. En, maat, blokzeep, dan heb je echt geen geld op je kantine. Okay. Op zijn minst een dolf. Kom op, man. Je moet lekker ruiken. Ja, feit. Heb je ooit gedacht? Heb je ooit een ontsnappingsplan bedacht? Nee. Maar je denkt toch wel op zijn minst van... Waar zit het gaten in het systeem? Niet? Nee. Het is niet dat je erover nadenkt wat te doen, maar als ik ergens kom, zie ik wel bijvoorbeeld van... Ah, dat hebben ze niet goed gedaan of zo, snap je? Oh, ja, maar yo. Als ik nu naar een festival ga... Ja, bijvoorbeeld. Dan zijn maar ook... wij nog! Wij twee zijn nog backstage gegaan, helemaal vergeten. Just hem. Wij twee hebben ons geluld backstage op zo'n festival. Deze profleugenaar, hè. Insane. Wow, yo. Profleugenaar. Ik zei laatst ook nog. Luister naar deze. Dus wij komen aan... Heb je die verhaal al aan u verteld? Nee. Man, wij komen aan, eerst en vooral, mij werd verteld, ik mag de camping niet verlaten. Mm-hmm. Snapte? Maar ik had zoiets van, maat, wat was dat, Ronnie Flex kwam optreden en zo. Lizzie, Boeze Liefde. Ik ga hier echt niet blijven in die camping, snapte? Ja. Dus wij gaan naar daar en hij had voor mij gezegd van, kijk, onze badge, we hebben overal toegang, maar wij hadden verschillende bazen. En mijn baas zei voor mij van, nee, dat is niet. Oké. Ik weet niet waarom, maar ik geloofde hem. Dus boom, wij gaan. Ik doe nog trui aan van iemand anders, zodat die dat niet kunnen linken aan mij. We komen aan bij backstage van de artiesten. Ja, we zijn hier voor de koelkasten te controleren. This dude, maar dat is crazy. Ik kijk echt zo naast aan me. Dat is insane. Het is plan niet met mij overlopen, bro. Ik zo ja, direct naar hem kijk van ja, die koelkast daar. Boom, wij komen daar aan. Woeie, dat is echt lachje. Ik was dat helemaal vergeten. We hebben net gezien te chillen met al die artiesten precies. Wij waren een van die artiesten toen. Ja. Ik heb daar echt zo... binnen 1 jaar gaat jij van mij horen. Het halve naam Freddy King. Maar was ik nog voor? Ja, deze was echt way. Deze was echt nog, ik noem dat moddertijden. Toen ik nog in de modder zat. Als dat de moddertijden waren, wat zijn deze tijden dan? Deze tijden, ik ben zo'n tulpje. Oké. Zo'n tulp die uit de modder is aan het komen. De snap bloementijden, cool. Ja. Lekker man. Maar ja, dat is wel een gekke... Dat is voor u dagelijkse shit, heb ik gewoon het gevoel. Hoe dat wij ook... Ik had een bandje op Werchter voor gewoon op de weide. We zijn naar de HFG geweest, we zijn naar de camping geweest. Die gewoon overal zag jij ook van tegen security van... Ah ja, ik was hier gisteren ook, mag ik misschien nog een VIP-bandje? Gewoon dat. En die gast geeft ons 2 VIP-bandjes. Hij heeft ook zo'n hoofd zo... Je kan hem niet zo plaatsen bij iets negatiefs. Zo. Nee, is te lief gezichtje ja, zo. Ja, zo. Te charmant of zo. Ken je zo? Charismatisch. Bij mij ging het niet pakken, zo man. Toen zeker niet. Die moddertijden waren hard. Amai. Ja, maar jij gaat op zelfvertrouwen naar plekken. Gewoon chest naar voren. Ja. Ik probeer altijd. Mm. Daarom dat ik zeg, van, ik zie altijd zo van waar zit de gaten om te kijken van überhaupt. Ja. Waar kunnen we door?
De gaten in het systeem aan het zoeken. Wat is nu uw workoutroutine? Heb jij een home gym? Heb je thuis dingen waar je mee fitness? Nog niet, maar ik ga er wel werk van maken, okay. Eerlijk gezegd. Maar voor nu is het meer gewoon... opwarming is een piramide optreksessie. Okay. 10 keer optrekken. Dan doe jij een... hoe zou ik het zeggen? Een pompoefening, snap je? Ja. Dat kan allemaal verschillen. 9 keer optrekken, weer een pompoefening, 8 keer optrekken. Zo gewoon en dan zien we wat ga ik trainen vandaag. Is het rug, is het biceps, triceps? Dat blijft op zich nog wel vrij basic. Dat voelen als oefeningen dat je ook zou kunnen doen in de gevangenis of zo. Optrekken en pompen. Ja, ja. Maar ik merk ook, zeg maar, dat zijn zo oefeningen die het meest effect hebben aan je lichaam. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Daar zie je ook het meeste verandering. Ik heb een cadeautje voor u. Dat meende jij niet. Yes, 100%. Ik heb er een paar eigenlijk voor u vandaag. We gaan beginnen met de rode doos. Ja. Nu ben ik curieus, hè? Meest kijken wat daar. Niet afkomen met blokzeep, hè? Eerlijk, yo. Weet je wat ik eerst als cadeau wou geven, maar ik wist niet of je ermee ging kunnen lachen. Dat is zo'n Monopoly-kaartje, get out of jail free. Ik hoop dat het schoenen zijn, joh. Maar eens kijken of dat nog paranoia is of niet. Ja. Ja. Wat denk jij dat zou kunnen zijn? Waarom is die gewicht zo raar? Het voelt vreemd, hè? Waarom, man? Het is fucking zwaar. Mag je het hopen? Ah, lekker. Begin van je home gym. Hey, sterk, jongen. Ja, we waren aan het denken. Ik denk dat meer je gewicht is. Ilias zei dat we deze moesten kopen voor je. Voor die pump. Voor die pump. Voor een show. Even snel meenemen. Pre-show, gewoon nog even ik snel. Ik ga niet liegen voor mijn show. Ik doe wel zo een 50 keer push-ups. Maar ja, gewoon even die pump voor die pump. Krijgen. Als je t-shirt uitgaat, moet je er wel gewoon goed uitzien. Hey, nice, man. Nice. No worries. Ik wou eigenlijk harder en nog zwaardere pakken, maar dat moest allemaal in mijn rugzak. Ah ja. Niet zo handig. Nee, man. Alles behalve. Nee, maar nice, man. Het was daft, het was drift. Ook over naaien. Drift mag altijd, eerlijk gezegd. Ja. Altijd wel een wessel. Het is niet echt daarmee dat je je gezicht doet. Nee, tuurlijk niet. Maar jij ziet ook in het begin van de video, ik kijk naar die drift en er gaat zo'n moment in mijn hoofd dat ik denk van, mensen gaan sowieso denken dat ik een bed ben aan het nemen in drift. Ja. Want ik dacht nog aan die drift weghalen. Nee. Maar toen dacht ik, nee. Het feit dat die drift er staat, maakt het goed. Snap je? Ja. Mensen gingen het sowieso naar elkaar sturen van, hey bro, what the fuck, deze man is aan het douchen in drift. Ja. En snap je wat ik bedoel? Ja. Ze zegt, laat het daar. Zou je een samenwerking doen met drift? Bro, ik zal samenwerking doen met veel mensen voor een leuke bike. Ik kan niet liegen, bro. Ja, maar zie, dat is die content creator in hem, hè. Ja, oké. Dus, bro, als die betalen. Ja. Anyway, dus geen drift op je gezicht. Nee. Heb je een andere soort skincare, whatever, doe jij iets? Want je skin is wel clear, gewoon. Eerlijk, mijn vrouwtje regelt het allemaal. Oké. Komt thuis met een hoop producten. Deze eerst, dan deze tweede, dan die derde. Vroeger had ik daar zo... Ja, vroeger boeide die shit mij niet. Nee. Maar ik woog ook 130 kilo, snap je? Moddertijden. Moddertijden, snap je? Moddertijden, man. Nu is het een beetje tijd dat die tulp een beetje zon krijgt, snap je? Ja. Een beetje zonnestraal, snap je? Zo, jee. We letten wel op die dingen inderdaad nu. Mooi. Ik heb dan nog een tweede cadeautje voor u, maar het is aan u om te denken, om te kiezen, is het voor nu of is het voor later met uw vrouwtje, is later met jullie twee? Alcohol. Heb ik ook over nagedacht. Ik heb ze wel rondgehoord en ik hoor dat jij ook wel van Hennessy houdt. Ja. Dus ik was aan het denken om je een flesje te geven. Maar toen dacht ik, fuck, ik heb eigenlijk in de vorige 3 podcasts ook al met alcohol zitten rondlopen. En misschien kan ik iets origineler vinden. Okay. Ik denk nu shit. Fuck. Ja, die... Balen. Ja, man. In ieder geval, voor vandaag of voor later heb ik voor u een paar face masks voor de drift er helemaal af te krijgen. Again, mag nu... Mag later in uw eigen tijd. Ja, sowieso niet nu, hè? Niet nu. Oké. Okay. Deze dat vraagt voor muziekske. Echt relaxed. Dat is waar. Ja. In bed. Dat is waar. We hebben het vorige keer hebben we tijdens de podcast gedaan, maar inderdaad, daar moet je je tijd voor nemen. Ik ga er niet echt van genieten hier tijdens de podcast. Klopt. Heb je dat al gedaan? Come on, bro. Come on, bro. Ja, de eerste keer dat ik dat gedaan was ook met mijn vriendin. Dus inderdaad, dat besef je van, oh shit, die heeft het voor elkaar. Ja. Chille muziek. En die weten echt zo exact wat die moeten doen, hè? Ze zijn daar een hele operatie bezig. Ja. Maar echt. Crazy. Jij hebt sowieso scheid, maar is er niet een beetje taboe in zo'n rap scene over zo'n ding? Huidverzorging? Bro, luister. Huh? Moddertijd is gedaan. Probeer hier te shinen, bro. Huh? Fuck iedereen die anders denkt, broer. Als jij hier met mee eters op camera wilt komen, do you. Mij niet gelaten, maar ik zal het niet zijn. Snap je wat ik bedoel? God. Goeie mindset. Dat is een perfecte mindset, man. Ben jij de beste rapper van België? Ja. Oké. Hebben we dat opgeklaard ineens? Hoe dat? Is dat zo'n vraag? Omdat elke rapper ooit zegt naar mijn gevoel van ik ben de beste in de game. Kijk, weet je, dat is sowieso goed. Mm-hmm. Ik vind als artiest zijnde, je moet in je eigen geloven en zo. Mm-hmm. Maar ik ben ook een eerlijke persoon. Ik vind mij de beste in wat dat ik doe.
in een andere genre bijvoorbeeld, heb je weer andere mensen die het beter doen, snap je? Maar ik vind de genre dat ik represent, ik ben sowieso... Er heeft één al niemand evenveel werk erachter gezet. En twee, ik doe dit shit zonder team, zonder label, zonder niks. Dat vond ik indrukwekkend toen ik dat zei posten op de story. Het is gewoon ik. It's only me. Uh-huh. Dus laat staan dat er een label achter mij zal komen of wat dan ook, snap je? Bent je nog op zoek? Want je bent nu even independent, je hebt bij een label gezeten. Is het dan wel nicer om bij een label te zitten? Ja, zeker en vast wel. Oké. Okay. Zeker en vast wel. Dus als er nu iemand zegt van, hey, kom bij ons, als de deal goed is, bent je daar? Maar ja, dan moet de deal wel goed zijn, snap je? Ja. Want er zijn veel artiesten die ook een soort trots halen uit het independent zijn, maar jij zegt van... Ja, oké, cool, maar ik denk dat een label mijn ding meer is. Ik haal er wel een soort op. Kijk, ik zal het zo zeggen. Ik heb sowieso al mijn pet. Als er een label daar komt, moet die wel met het idee komen van daar is wel de eindhalte. Ja. Als de label de eindhalte niet kan zien, mijn eindhalte niet kan zien, dan heeft het geen nut voor mij. Snap je wat ik bedoel? Ze moeten gewoon hun visie delen. Ja, maar die moeten hun visie delen en hun geld natuurlijk. Okay. Is dat niet extreem moeilijk in België? Ik heb het gevoel dat we altijd lacking zijn. Ja, pas op. Budgetten en zo. Pas op, ze doen er moeilijk over, maar dat is de reden dat ik ook independent ben om te laten zien van, kijk... Het lukt mij ook zonder jullie. Ik heb jullie niet nodig. Ja. Het zou leuk zijn, maar ik heb jullie niet nodig. Dus als het niet lukt, gaan jullie maar toekijken hoe dat ik ga exploderen. Mm. Ja. Snap je? Dus ja. Ik heb daarnet ook gezegd, maar op het nieuwe album Respect the Pain, de nummers zijn crazy. Want een week geleden ongeveer gedropt en nu al hoeveel plays had je? Denk je... Sorry. Is dat niet verslavend? Want jij gaat nu je app checken. We zullen de cijfers erbij halen. Amai. Hoe vaak checkt je die app? Sowieso 3 keer per dag. Dat vind ik nog meevallen. Sowieso. Als ik ooit een album zou droppen, ik denk dat ik dat ook, blijf checken. Ik neem ook zo screenshots om alles zo live mee te volgen. We zitten nu aan 360.000. Dat is crazy. Dat is echt... Ça va? Had je meer verwacht nog? Wow. Het mag nog stijgen. We zijn ook nog maar vijf of zes dagen verder. Ja. Dus ik wil wel binnen de maand 1 miljoen. Er is niet eens heel veel promo rondgegaan, hè? Nee. Ik heb dat bijna nergens anders gezien, behalve op jouw socials. Ja. Ja, jij bent de promo aan het doen. Ja, klopt. Dat is crazy, want als dat een andere artiest was onder een label of zo, je zou dat overal zien hangen of zo. Je zou overal langs komen. Of elke TikTok dat je voorbij ziet komen, is gewoon gesponsord. Ja, dat is nog zo'n probleem dat je die TikTok-maat krijgt die niet onder controle. Ik vind dat echt... Ik vind dat zo een lastige app. Ja. En dat zo van, dat moet... Yeah. Instagram, jij doet dat nog zo met plezier. Zo. Yeah. Je hebt dat gewoon. Maar zo TikTok... Dus jij moet iemand huren daarvoor. Ja. Ik zou dat, dat is echt een investering echt waard. Ik zou dat echt... Ja, zeker als iemand? Artiest. Als je iemand hebt die gewoon soms wel leuke shit voor je... Die ook zo aan met ideeën kan komen of zo. Ja. Die ook wel op dezelfde golflengte als u moet zijn. Want je zegt zo... Ja, ik heb al 10 keer de driftvideo vermeld. Maar gewoon dingen die jij ook funny vindt. Je moet iemand vinden die ook op dezelfde manier kan denken over content. Ja. En dan af en toe mee iets kan komen. Klopt. Maar ja, dat is een uitdaging wel. Dat is inderdaad een uitdaging. Want die dingen die doe ik meestal wanneer ik comfy ben bij mezelf. Snap je? Dus het zou heel raar zijn om dan zo uit mijn comfortzone te komen. En dan is het gespeeld. Ja. Toen ik in die bed zat, was dat niet gespeeld. Dat was echt mijn motion op dat moment. En ik had zoiets van, ik wil deze motion delen. Mm-hmm. Snap je? Als ik het moet spelen, heeft het niet dezelfde ervaring. Snap je? Heb je nu een drukke zomer, als in veel shows en zo? Valt mee, eerlijk gezegd, man. Ik ben naar buiten gekomen. Ik had zoiets van, ik wil mijn prijs omhoog trekken. Mm-hmm. Ik zo'n heel impulsief beslissing, want ik heb geen shows gedaan. Met je duur, gewoon zomaar. Zomaar besloten. Van, die prijs moet 2 keer de prijs zijn nu. Maar ja, heb ik dat dan gedaan. En, de zomer is rustig, maar tegelijkertijd heb ik wel zeg maar, met 1 show de prijs van 3 shows. En heb ik veel meer tijd om die geld uit te geven. Ik zal het zo zeggen. Okay. Wanneer is de volgende keer dat jij een show doet? Morgen. Wat? Dus jij zegt net van, ik heb geen drukke zomer. Morgen sta ik op een podium. Morgen. Nee, maar morgen is gewoon... de album is net uitgekomen. Ja. Ik wou gewoon even stad Antwerpen. Jij weet, ik denk altijd aan de stad. Dus ik dacht, showtje hier doen in de stad. Lijkt me leuk. Even mensen nog eens wakker maken van, ga de album streamen. In Leuven moet ik zijn, de 21ste. Mm. Ik heb ook... Iets anders dat ik op je socials heb gezien is, je wordt laatst aan basketballen. Of op zijn minst een basketbal aan het gooien naar een ring. Ben jij goed? In basketbal? Nee, totaal niet. Denk je dat je beter bent dan ik? Sowieso niet. Niet? Het feit dat jij die vraag al stelt, weet ik dat jij veel hebt aan te bieden. Dat is niet waar. Mijn laatste vraag is rood of wit? Rood. Rood. Allright, cool. Ik ga je een zak met rode balkjes geven. Waar is basketring? Yes. De basketring gaat zich nu aankleden. Amai, dat meent jij niet. Dat is onze basketring vandaag. Maar je gaat wel over de camera moeten gooien. Ja, we gaan de camera gewoon aan de kant moeten zetten, even.
Oh, oké, oké, oké. Oh, als wij er gewoon allebei geen in hebben, is crazy. Oh! Oké, okay, baby. Mocht nog praten, ze Ilias. Allee, wat? Wat is dat? Jij bent echt op zijn hoofd aan het mikken, gewoon. Ik ben echt aan het balanceren. Oh, shit, bro. Dit is die getrend. Alles behalve, man. Dit is puur luck. Ja. Oh! Oké, oké, oké. Redemption arc is begonnen. Fuck me. Allee, man! Maar jij hebt Ilias al wel het meeste geraakt. Dus ja. Drie keer Ilias raken is ook bonuspunt. Als jij deze mist en ik maak deze, zijn we gelijk. En dan, dan wint je omdat je Ilias meer op zijn gezicht geraakt hebt. Voor ik jullie laat zien wie dat er wint bij het basketballen, wil ik jullie even zeggen dat wanneer dat jullie sporten, het heel belangrijk is om te hydrateren. En als je dan toch hydrateert, doe dan met Air-Up. Wij sponsoren nog een paar van deze afleveringen en ik mag de komende weken heel wat Air-Up flessen weggeven. En de eerste ga ik nu weggeven. Dus je zit op te helpen met de Air-Up video. Sure. Heb je wel natuurlijk een Air-Up nodig. Dat is de jouwe. Dat is niet die van bij u thuis. Nee, nee, nee. Dit is de mijne en dat is de jouwe. Ja. Oh my god. Wow. Is een nieuwe smaak. Virgin Mojito. Ik ga straks samen in bed kunnen toeteren. Let's go, baby. Maar de komende weken nog 5 Air-Ups weggeven aan mensen onder jullie. De manier om dat te winnen is heel simpel. Is ook gewoon op Twitter. Dus mijn gepinde tweet op Twitter retweeten. Dan mag je kans op een van deze flessen. Als je niet kunt wachten, heb je nog steeds 15% korting op air-up.com als je de code GOSSIP15 gebruikt. Ik heb gezegd dat vorige week de laatste week zou zijn dat je die code kon gebruiken. Blijkbaar hebben we nog 2 weken tot eind juli. air-up.com GOSSIP15. En als je er een gratis wilt winnen, check mijn Twitter. Oh, ik zag hem ook gewoon ingaan. Anyway, bro, ik ga je toch je prijs geven, is dat oké? Ja, tuurlijk. Want ik heb die gekocht, dus ik ga die wel geven, gewoon. Hier, de prijs lag gewoon onder mijn stoel. There you go. Eigenlijk moest de verliezer dat krijgen, hè? Eigenlijk, ja. Hé, hey, maar eerlijk, inderdaad, dat is zo dat je kunt oefenen. Ja. Een eigen basketbalring. Bij de volgende interview. Allemaal. Zo'n platte lukje. Je maakt me kapot gewoon. Ik vond dat wel iets nice. En dat is ook, hey, mocht het ooit nog tot het punt komen dat je de bakje moet, kun je daar wel gewoon aan je deur hangen of zo. Maat, als ik gewoon een keer naar de bek ga, jong, dat gaat niet goed komen. Nee. Kom naar buiten als Arnold. Letterlijk, als hij nu al zo eruit komt, nee. Plat staan. Ja, naar buiten als Arnold. Jij past er niet meer door de die deur. Die gaan de poort moeten open doen. Die deur wordt hem niet meer, jong. Zet die een poort open, maat. Hé, hey, maar dat is ook al... ja, dat is misschien niet serieus, maar wie heeft u opgehaald van het gevangen toen je eruit mocht? Vrouwtje? Vrouwtje. Anders, bro. Oké, echt door dikke dun. Daar zit je echt wie er echt met u is en ja. Wie er niet met u is. Snap je wat ik bedoel? Dat is ook de reden, ik ben naar buiten gekomen, ik fok niet meer met veel rappers en zo, snap je? Oké. Waarom je hebt gezien, veel mensen die leven in een bepaalde cloud-wereld. Ja. Maar ik heb ben nooit resident geweest in die cloud-wereld. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ik ben altijd gewoon mezelf geweest en ik vind eigenlijk... jammer dat mensen zeg maar, ja, denken dat die cloud iets echt is of zo. Mm-hmm. Snap je? Ik stoor mij daar wel aan. Dus. Ja. Van veel mensen ook gewoon afstand genomen. Eens dat ik ben buitengekomen, meer gewoon beginnen focussen aan mezelf. Wie mij niet begrijpt, fuck you. Ja, ja. Echt waar. Heb jij nu sneller het gevoel dat mensen misbruik willen nemen van jou of zo? Ja, het ding is, you can't finesse a finesser. Okay. Dus sowieso, als jij misbruik van mij wilt maken... ben ik al misbruik van u aan het maken. Okay. Alleen zo heb jij die toegang om misbruik van mij te maken. Snap je? Dus jij geeft mensen het idee dat ze met u aan het spelen zijn, terwijl jij... Ja. Okay. Altijd de dommerik spelen. Dat is de key. Dat is echt de key. Dat is misschien ook bij jou ook wel het geval, hè? Toch? Dat ik de dommerik speel. Nee, maar als je... dit ben ik, bro. Dat mensen snel zo misbruik willen nemen of zo, van jouw contacten, van jouw netwerk bijvoorbeeld. Goh, ja... I mean, dat gebeurt gewoon op een bepaald punt. Hè. Of mensen die inderdaad, wat jij zegt, zo in de cloudwereld, dat die anderen meten aan de hoeveelheid volgers of zo. En dat daardoor op sommige momenten er meer mee gesproken wordt of juist minder. Ja, ik vind dat persoonlijk zielig. Ik vind dat zelfs een beetje erg zo. Ja. Dat ik zeg maar een conversatie kan hebben met iemand en eens dat die persoon erachter komt wie dat ik ben, is heel zijn mood ineens veranderd zo. Ja. Ik vind dat een beetje vies. Ik vind dat een beetje achterbacks ook. Ja, I get it. Maar ik probeer me er niet aan te storen. Ik heb ook gewoon, wat dat jij duidelijk ook hebt, mensen rondom mij die juist heel normaal niet met die soort dingen bezig zijn. Dus ja. Ik vind dat toch relativeren op een bepaald punt. Ja, 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 ja. Of course zijn er kutte situaties, maar... I don't know, zolang dat de mensen rondom u gewoon wel chill en down to earth zijn en u ook niet laten zweven of zo, komt het wel goed volgens mij. Er zijn cute situaties dat mensen wel gebruik willen maken van u, maar als je dat door hebt,
Ik heb het gevoel dat ik het wel meestal doorheb. Maar kijk, gebruik en misbruik is anders. Maar jij maakt gebruik van mij, maar ik maak ook gebruik van jou. Maar we maken geen misbruik van elkaar op deze moment. En dat woord gun, oh my god, ik krijg het ervan. Freddy frustratie. Gun. Bro, ik hoor dat woord al 7 jaar aan een stuk. Gun mijn liedje op uw verhaal. Bro, fuck you, vriend. Wie de fuck heeft mij ooit gegund, maat? Niks, jongen. Fuck dat. Gun. Oh, ik haat dat echt. Hè. Dat is zoals geef in een mooier woord. Gun. Want gun geeft u al bijna een schuldgevoel. Van. Als jij dat niet gunt... Ben jij de slechterik? Ja. Dan ben ik maar de slechterik. Ja. Als jij gesport hebt, heb jij dan ook een specifiek dieet of zo? Dingen dat jij eet voor of na het sporten? Nee. Supplementen ook? Niks? Nee. Proteïne, shakes of whatever? Nee. Gewoon een snoesje. All right. Ik sla je de auto direct. dat laat mijn spieren wel ontspannen. Voor die recovery. Ja, voor de rest niks, man. Ik ben ook niet... Ja, bro, ik ken dat allemaal niet. Snap je? Ik ken die shakes en al die dingen. Ik weet daar niks van. Jij weet er wel iets van. Ja, ik ben er wel mee bezig. En ik ben daar net op zijn advies. En volgens zijn advies ben ik dingen gaan kopen. En ik heb voor u gewoon de vraag. Mango, vanille of aardbei? Aardbei. Ah, die wou hij. Ik wou die. Dus ik heb voor u... Een proteïne shake. The fuck? Met. Het is gewoon een koelkast. Aardbeien-smak. All yours. Yes. Dat zou lekker moeten zijn. Weet je, ik ga die voor de eerste keer proeven. Die is kapot lekker. Ik heb zo'n gym body, hij koopt die altijd. Wat zou dit moeten doen? Maar dit is uit, dit is echt voor je recovery. Dus wel... Oké. Okay. Heb je al 600 push-ups gedaan vandaag? Nee. Het is juist wekker, maat. Die moeten nog komen. Het is zo 4 uur. Normaal, deze is echt mijn gymuur, snap je? Van 2 tot 5 zo. Dus nu heb ik die even moeten verplaatsen, snap je? Ja. Dat is niet erg of zo. We hebben al gebasket, dus op zich ook een soort van workout. Maar ik ga die zo'n beetje testen na de gym. Of course. Neem gerust mee, drink wanneer jij wilt. Ik ga wel een slokje doen. Ik ben heel benieuwd naar hoe mango-proteïne... Mango-melk is sowieso een gekke combo. Dat is meer een fris tea, maar ik heb nog nooit iets met mango's maken. Nee, die is echt lekker. Dat is ook meer frambozen en zo. Ja, dat is lekker. Lekker? Is nice, en proef niet zo... Nee, proef niet. Shit. Die proeft niet naar echt zo eiwitting. Zo. Ja, want er zijn veel van die proteïne-dingen die echt smerig proeven. Maar is dit niet voor om zo bij te komen? Zo? Nee. Om te gainen? Nee? Dat denken mensen vaak. Okay. Daarom kocht ik dat dus nooit. Nee, ik ook. Want ik ben dikzak, ik wil afvallen. En echt, nooit eiwitten, maar dat is niet waar. Jij bent bezig met afvallen? Ja. Zoals een keertje gewoon bij mij moeten meekomen trainen. Maak er content van. Maak je TikTok content. Ja, maar ik heb geen auto of zo. Ik woon hier in de stad, midden in de stad, snap je? We gaan wel iets regelen. Ik ben daar al zo lang mee bezig. Ik heb echt al vaak gedacht, misschien de enige manier voor mij om echt in shape te raken is Jilla. Is letterlijk. Weet je wel, man. Maar dat is ook. Dat is ook ik echt. Ik heb soms... Ja, maar dat is ook echt. Plicht wordt. Je hebt geen shakes, je hebt geen Red Bulls, je hebt geen dit, je hebt geen... Snap je? De eerste dag van de week moet je een papier met je kantinelijst afgeven. Als je daar niks hebt besteld van chips en snoep en dit en dat, ja, dan heb je dat niet, snap je? Oké, dus... Zo simpel is. Wacht, hoe werkt dat? Dus je hebt een kantinelijst waar alles op staat dat je kunt bestellen. Ja. En wat staat er dan op? Echt basic shit gewoon. Okay. Echt super basic shit. Als jij die basic suiker dingen allemaal niet bestelt, bro, en vooral frisdrank, en je hebt gewoon een heel normaal kantine, water en misschien een doos cornflakes of zo, en fruit, et cetera. Ja, dan gaat je 1 week lang moeten overleven op wat jij bestelt, snap je? Yeah. Dus ja, dat heb ik ook gewoon gedaan. Okay. En ik verloor soms 8 kilo per maand. Dat is crazy. Wow, man. Dat is crazy. Dus ja. What the fuck eigenlijk? Maar ook eens dat je zo ziet van, hey, dat lukte. Ja. Als ik misschien nog eens deze erop doe, ik heb bijvoorbeeld een maand geen vlees gegeten. Oké. Nee, sardines en zo. Oké. In blikjes. Oké. Dat was mijn vlees. Snap je? En dat doe ook superveel, man. Maar ja, eens dat je zo ziet van het werkt, word je altijd meer en meer en meer. En ja. Is het eten in de gevangenis echt zo slecht? Ja. Oké. Elke dag aardappelen, maat. Fuck. Maar ja, dat is wel goed voor je lichaam, snap je? Ja. Dat is echt die basics, onbewerkte voeding. Het is niet lekker, bro. Nee, snap ik. Maar het feit dat je er zo uitziet daarna, geeft wel aan dat het echt gezonde voeding is. Ik heb dat niet gegeten, maat. Zot. Nee. Ik ging koken, jongen. Heb je mijn liedje nooit gehoord, Fetilla? Fetilla? Man, dat is de eerste liedje die ik heb gedropt sinds ik vrij kwam. Oké. En wat was een Fetilla letterlijk? Dat is zo, misschien al ooit gezien bij Bear Grylls, maar dat is zo'n sardineblik dan, die dat wordt omgetoverd in een vuurtje. Okay. We gaan dat zodanig maken. Vroeger gebruikten ze dat voor kaarsen.
Okay. Snap je? En wij hebben gewoon diezelfde techniek gebruikt. En dan gingen wij erop koken. Dan zetten we onze bord erop. En dan ja, beginnen we gewoon ons eten te maken. Oké. Okay. Dus je was zelf aan het koken in die gevangenis? Zelf aan het koken, heel de tijd, continu. En crazy. Ik maakte zotte gerichten, hè, man. Ja? Je hebt ook... Dat zou echt een serie kunnen zijn, hè? Die gewoon zo Jilla eten maakt. Zo. Eerlijk. Oh, maar basis, maar die is fucking gier, man. Dat is serieus, hè? Maar dat is ook fucking gier. Ja, weet je, crazy. Als je zo'n plaats bent, bro, je hersenen beginnen op een gegeven moment zodanig anders te werken, dat je gewoon denkt van... Oh. Je zult versteld staan dat je met deze dingen die je hier hebt, echt de gekste fitnessoefeningen kunt maken die je zelfs niet eens weet. Ja. Snap je? En voor mensen buiten, die gaan er nooit aan denken. Snap je wat ik bedoel? Crazy. Ja, wij kijken niet naar ons snappingsroutes, maar wij kijken bijvoorbeeld, ja, snap je? Waar ga ik mijn gezin verstoppen? Ja. Achter welke tegel zou ik deze keer steken? Snap je? Dus ja. Is je kamer ooit doorzocht geweest? Ja, nee. Ja? Bro, ik ben Freddy Konings, hè? Moet dat genoeg zijn? Eerlijk, bro. Ja. Aha. You win, you lose, son. Ja, oké. It's life. Op een gegeven moment was dat ook echt zo van... Met die cipiers die dan zo celcontrole komen doen. Ja. Ja, succes, hè. En als ze terugkomen, ja, meneer, we hebben deze en deze en deze gevonden. Ja. Ik ken de procedure maandag directie. Ja, er is wanneer er is, snap je? Maar ja. Shit, je moet er ook een beetje ook, plezier aan hebben, bro. Als je heel dat je... De humor erin zien. Ja, die ook niks veel aan, snap je? Maar ja. Succes tegen de cipiers zeggen is crazy, bro. Hey, succes, hè, maat. Jullie hebben alleen dat gevonden. Ah, chill. Ja, wow. Echt die. Amai. Ik had één keer bijvoorbeeld zo'n cipier. Hij was echt gekend voor zo gsm's vinden van mensen. Okay. Ik heb zeg maar in de gevangenis doorgehad dat ik een bril moest dragen. Okay. Dus die bril life was voor mij heel nieuw. Uh-huh. Dus ik zit daar zo op mijn bed. Ik ben op mijn gsm. Maar ik ben zogezegd een boek aan het lezen. Ja? Jij ziet dus die reflectie. En ik was echt zo'n filmpje aan het maken op mijn verhaal. Zo, echt zo aan het flexen op muziek. Zo. Die cipier kwam toevallig zo kijken. En hij zag die weerkaatsing. Snap je? Dus boom, die doen celcontrole. Heel mijn stel ondersteboven. Pa, 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 pa. En jij bent er niet op het moment dat die dat doen. Snap je? Ja. Die steken in een ander lokaal. En hij zat daar 2 of 3 uur. En hij had niks gevonden. Oh. Dat hij echt naar mij komt van, kijk, we gaan een deal sluiten. Als jij zegt waar dat hij ligt, mocht je die een maandje langer bijhouden. Zo, wow. Dus op den duur was dat echt gewoon van, hoe slim ben ik, hoe slim ben jij? Ja, ja. Schaken. Ja, ja. Snap je? Echt schaken. Ja. En dus, ja, zo had je een beetje het plezier erin, man. Zijn er nog zo voordelen aan afvallen, dat je zo niet aan zou denken? Mijn kont past in de wc-bril. Dat is wel belangrijk. Maar in het begin dat was echt zo, zit op wc-bril en zo... Uw been is na 5 minuten, die krijgt al geen bloed meer. Snap je wat ik bedoel? Man, nu, jij zit daar echt... Comfortabel. Plaats voor gezin erbij halen, zo, snap je? Plaats over gewoon. Ja, man, dat is wel crazy. Well, ik had nooit gedacht dat hij dat zou zeggen als voordeel. De eerste keer dat ik zo door had van, ik ben echt aan het vermageren, dus mijn kont past hier gewoon op. Schik, man. Hoe meer ik je over praten, by the way, ik heb wel het gevoel dat jij bent wel iemand van uiterste. Klopt, hè? Ja. Het is oftewel niets. Ja. Fitnessen, oftewel 600 push-ups per dag. Ja. Het is oftewel geen tracks of 5 per week. Ja. Is dat met andere dingen ook zo, dat jij gewoon niks of alles doet? Het is bij veel dingen zo. Ja. Als ik een vriend heb bijvoorbeeld, als ik je een vriend kan noemen, het is oftewel, jij gaat 100% met mij, oftewel, wij gaan niet. Okay. Snap je wat ik bedoel? En liefde ook, op veel momenten. Ja. Bro. Ik wil niet twijfelen, ik haat twijfelen. Als ik het doe, wil ik het. Direct toen heb ik ook maar één doel en dat is het einde. Ja. Snap je? Okay. Zie, ik ben niet aan het kijken naar obstakels in het midden en zo. Dat ik kijk daar niet naar. Heb je geen sidequests in het leven? Wat is sidequest? Je hebt je main quest, je main missie. Ja. Heb je geen side missie zoals in GTA en zo? Als je zo kijkt naar wie is fuck Shaq. Ja. Die gast is... Die als DJ ook bijvoorbeeld. Die doet alles. Super raar. What the fuck? Die doet alles, maar die is... draaien. Maar ja, maar dat kan toch? Kijk. Dan zou ik zeggen, rap is de site. De main goal is gewoon rijk worden, bro. Oké. Ik heb voetbal geprobeerd, het is niet gelukt. We zijn nu muziek aan het maken. Als muziek niet lukt, ja, dan gaan we wel acteren, zeker. Dat is wat ik bedoel. Maar de main goal is gewoon, ja, op je 40 jaar fucking luxe jacht zitten, sigaar. Okay. Hennessy. Die hebben hier nu net niet, fuck. En gewoon zo denken aan... Oh, ik weet nog de tijd, ik zat in de modder. Terugdenken aan de moddertijd. Gewoon terugdenken aan moddertijd en zo lachen met je eigen. Zo innerlijk pretje. Zo. Snap je? Dat is die goal, man. Dat is die goal. En ja. Hoe lang gaat het nog duren voordat je miljonair bent, denk je?
Geef mij 10 minuten. Wist ik het al, wist ik het. Ja. Bro, ik zeg je eerlijk, tot die tijd, zeg maar, de gebeurtenissen die dat gebeuren tot die tijd, bro, ja, dat gaan sowieso de mooiste momenten zijn. Mm-hmm. Eens dat jij miljonair bent, bro, is het gewoon schoenen uit en slippers aan en... Snap je? Chillen, kilt, ja. Miljonairtje, jij precies. Nog niet, nog niet. Al het oefenen. Dit is gewoon oefenfase, inderdaad. Ja, ja, ja. Proefperiode. Elke week geef ik hier een shout-out aan één persoon die mijn gepinde tweet op Twitter retweet. Jij mag kiezen tussen deze retweets. Eén van die krijgt stickers, shout-out in deze podcast en, sinds deze week, een Arab-fles. Crazy, hè? Hier, wat zegt dit? Onze wijn is fan. Wijn is fan, maar Jolien. Jot. Ongesproken regel van deze shout-out. Je moet mij wel volgen ook. Is dat niet... Dat denk ik toch dat dat een deel van de podcast moet zijn. Want waarom, als je mij niet volgt, hoe ga je ooit deze podcast zien? Hoe ga je ooit zien dat je gewonnen hebt? Facts. Toch? Facts. Kijk. Ik ga nog één keer laten scrollen, de meesten volgen me wel, dus dat is oké. We gaan onze Simon pakken. Simon. Of Simon. Simon de Greef. Simon, stuur mijn DM op Twitter. Ik stuur u alles op wat jij verdiend hebt. En merci om te luisteren. By the way, ik denk dat jij het ook wel geapprecieerd hebt. Dat er toch een paar mensen geluisterd hebben vandaag. Simon de Greef. Ik ga naar huis met cadeaus. Met winst. Heb jij graag deze ook mee, voor als er iemand bij u komt trainen? Aan onze vrienden. Voor als jullie binnenkort samen gaan trainen, voor kan hij deze. Nee, cool bro. Leuk dat je hier wacht. Heb jij nog iets dat jij wilt delen met de wereld? Nu dat we hier toch zijn. Stream respect the pain. Yes, ik zal een link in de beschrijving zetten. En ja, voor de rest... Gewoon daar. Voor de rest, check gewoon mijn socials, Freddy Konings. Yeah. Op Instagram, Twitter. Yes. Ik zal wel links in de beschrijving zetten. Ja, doe dat maar. Doe dat maar. Allerlaatste ding, wij creëren hier altijd een comment voor de mensen die tot dit punt in de podcast zijn geraakt. Dus de mensen die echt tot het einde geluisterd hebben, daarvoor creëren wij een comment. Dat zijn gewoon twee random woorden. Dus jij mocht een woord zeggen, ik ga er een zeggen, wanneer hij tot drie heeft geteld. Dus, heb je nog tijd nodig om even na te denken? Nee, ça va, doe maar. 1, 2, 3. Tegel. Impulsief. Impulsief tegel. Let's go, dat is hem. Impulsief tegel, drop het in de comments als je tot dit punt in de podcast bent geraakt. Thanks voor het kijken. Like, abonneer, al die goede shit. Is goed voor mijn ego. En tot volgende maandag. Peace.